Eva Jinek reageert geschokt op de inhoud van het rapport van Rijn over grensoverschrijdend gedrag in de mediawereld. In een interview met de ad bijlage Metza spreekt ze van een vreselijke constatering dat dergelijk gedrag op grote schaal heeft plaatsgevonden. In haar twintigjarige carrière in de betoverende wereld van de media heeft Jinek nooit eerder zo'n schaduw over haar vakgebied zien vallen. Ze betreurt het feit dat dit nu aan het licht komt en benadrukt de impact op de mensen die jarenlang met dit geheim hebben rondgelopen zonder het te durven delen. Dat is wat mij betreft nu definitief veranderd, al dus Jinek. De presentatrice heeft gesprekken gevoerd met verschillende mensen die elders in de mediabranche negatieve ervaringen hebben opgedaan. Ze is getuige geweest van de impact die dergelijk gedrag op hen heeft gehad en stelt zich de vraag: wat gaat er nu gebeuren? Volgens Jinek kunnen de onthullingen niet zonder consequenties blijven. Hoewel ze zelf nooit betrokken is geweest bij grensoverschrijdend gedrag, benadrukt Jinek de ernst van de situatie zoals beschreven in het rapport. Ze distanceert zich van schreeuwen en woedeuitbarstingen en gelooft niet dat dergelijk gedrag bijdraagt aan betere prestaties. Voor haar is het ondenkbaar dat ongelukkig of bang ze nodig zou zijn om tot een prestatie te komen, en ze veroordeelt alle excessen die in het rapport worden beschreven als totale waanzin.